Welkom bij Haven TV Gent. Wist u dat de tarwe die nodig was om deze pasta te maken langs de haven van Gent gekomen is? De Gentse haven is een belangrijke schakel in de ketting van tarwe tot pasta. En niet alleen tarwe, maar ook andere graansoorten komen toe in de haven van Gent per zeeschip. En ze worden daar opgeslagen in gigantische silo's. En die silo's wil ik wel eens van dichtbij zien. De Gentse haven is een bulkhaven. Een groot deel van de vaste bulk is agribulk. Dat zijn granen zoals tarwe, derivaten zoals sojameel en oliehoudende zaden zoals sojabonen. We kunnen de Gentse haven dan ook wel de graanschuur van Europa noemen. Ik ging praten met Sandra de Meij van het havenbedrijf. Zij kent de graanwereld immers door en door. Sandra, wat is het belang van graan voor de Gentse haven? In de haven van Gent kunnen wij 1,3 miljoen ton graan opslaan. Dat is gigantisch veel. Maar een van de drie bedrijven die vandaag de dag hier gevestigd zitten als opslagbedrijf voor graan, die heeft beslist om nog een bijkomende investering te maken op het kluizendok. Dus dan zou de opslagcapaciteit stijgen van 1,3 miljoen ton naar een kleine 2 miljoen ton. En dat is gigantisch. Denk maar aan onze lekkere pasta die we eten. Dat is de Durum tarwe die ook hier in de haven van Gent wordt opgeslagen. De biodiesel die wordt gemaakt van koolzaad die hier ook in de haven van Gent wordt opgeslagen. Kanariezaad, afkomstig uit Canada. Wel, alle vogeltjes hier in de buurt en onze omringende landen die eten kanariezaad die hier in de haven van Gent opgeslagen wordt. Maar er wordt niet enkel opgeslagen in de Gentse haven. Ook distributie is een belangrijk onderdeel. Jaarlijks passeert zo'n 5 miljoen ton agribulk de Gentse haven. Het hoofdaandeel gaat via Eurosilo. Hun silo's zijn een bekend beeld in de Gentse haven. We spreken af met Daniel Matthijs, de CEO van Eurosilo, die ons inwijdt in de graanopslag en distributie. Eurosilo bestaat sinds 1968. Heeft zich gevestigd toen de nieuwe zeesluis in 1968 geopend werd. En wat gebeurt hier allemaal met dat graan? Wel, wij doen eigenlijk alleen overslag. Dat betekent wij lossen schepen, wij doen stockage en dan terug distributie naar de landen rondom ons. Nederland, Frankrijk, België natuurlijk. Welke soorten graan worden hier opgeslagen dan? Wel, Eurosilo behandelt alle soorten graan en in feite zijn wij actief voor drie soorten industrieën. De voedselindustrie, de food, menselijke voeding. Brouwherst om bier te maken, harde tarwe om pasta te maken. Dan hebben we de feed, dat betekent alles voor dierlijke voeding, grote dieren en kleine dieren. En dan is er de derde grote poot die eigenlijk voor de biobrandstoffen werkt, zowel voor biodiesel als voor bioethanol. Op de kade van Eurosilo staan enkele havenarbeiders al klaar om een schip te ontvangen dat zo dadelijk aanmeert. Welk schip komt daar nu aan? Op dit moment komt een schip uit Polen met Poolse mais. 25.000 ton. En dat schip wordt meteen bij aankomst hier gelost? Dat zal hier onmiddellijk gelost worden, want schepen kosten geld en dus er moet snel gewerkt worden. Een deel van dat graan wordt opgeslagen en een ander deel niet. Hè? Effectief. Een deel van het graan gaat in deze silo, deze vlaksilo, opgeslagen worden. En een ander deel gaat rechtstreeks per binnenschip naar Nederlandse klanten. Uit welke landen komt dan het graan dat hier aankomt? Wel, wij hebben in Eurosilo vooral graan uit Canada en ook uit Zuidoost-Europa, Oekraïne, Rusland, Roemenië en ook heel veel producten uit Zuid-Amerika. Dan spreken we vooral over sojaproducten. De tarwe die nodig was om deze pasta te maken kan van over de hele wereld komen, maar ze werd in de Gentse haven op spectaculaire manier opgeslagen. Of hoe de Gentse haven ook thuis op je bord kan liggen.
Ik ben Patrick Hillis, ik ben reeds 33 jaar camionblader bij Eurosilo. Mijn job houdt in camions laden en nog wat andere activiteiten als silowerk en zo. Ik ben hier 33 jaar geleden terechtgekomen door een vriend. Wij laden hier elke dag 50, soms 100 camions. Ze staan hier niet in file. Het laden gaat hier vrij vlug. Eén camion laden duurt ongeveer 3 à 4 minuten. De meeste laden wij hier soja, maar ook mais, lijnzaad, tarwe en nog andere producten. Wij zijn hier met zo'n 7-tal camionbeladers. En we werken in ploegen. Het zijn meestal dezelfde camions die terugkomen. Zowel Fransen als Nederlanders, Belgen. We moeten ons wel iedere avond een keer afstoffen. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Krevits heeft in de haven van Gent een nieuw radarnetwerk ingehuldigd. Op 8 verschillende plaatsen in de haven, onder andere aan het Sifferdok en het Mercatordok, staan radars opgesteld. Die moeten de scheepvaart op het kanaal en in de haven veiliger laten verlopen. Ook 's nachts en in slechte weersomstandigheden.